De NV Consolidated Industries Corporation, CIC, heeft vanmorgen de activiteiten in verband met haar 50-jarig bestaan gisteren een jaar geleden afgesloten. Als onderdeel van de afsluiting vond de lancering plaats van het vernieuwde Ozon-logo. Het bedrijf heeft 18 maanden gewerkt aan een strategie voor de verbeterde waspoeders. Naast de lancering van het nieuwe logo heeft Aysa Esseboom, marketingmanager van CIC, ook de laatste donatie ter waarde van 16.000 SRD aan schoonmaakmiddelen gedaan aan 6 ziekenhuizen, 5 kindertehuizen, 5 bejaardentehuizen en het Korps Brandweer Suriname. Sinds de lancering van Ozon in 1985 is het merk enorm gegroeid en daar zijn we heel erg trots op, zegt Rad Nakedu, sales manager local. In 1985, 18 jaar nadat we onze eerste Witboy waspoeder hadden geproduceerd, heeft CIC besloten om het merk Ozon toe te voegen aan het assortiment. Het eerste Ozon-product dat toen werd geproduceerd was onze Ozon Regular. Onze klanten kennen het als die rode Ozon waspoeder. Intussen is het assortiment uitgebreid met heel wat andere items, waaronder onze welbekende Ozon met Power Active Formula. Onze klanten kennen het als die blauwe Ozon waspoeder en natuurlijk onze Ozon wasverzachter. De introductie van Ozon in 1985, niet te vergeten de inzet van onze medewerkers, de ondersteuning van alle aandeelhouders en vooral het vertrouwen van onze klanten hebben erin geresulteerd dat wij met trots CIC de marktleider in Suriname mogen noemen. We zijn in een aantal categorieën marktleider in Suriname, waaronder waspoeder en onze Vatafwas vooral ook. Samen met onze distributeur, we doen het niet alleen, samen met onze distributeur zorgen we ervoor dat al onze producten in alle districten, in alle winkels verkrijgbaar zijn. Volgens Dayelle Fang, sales manager regionaal, worden de producten van Ozon volledig in Suriname geproduceerd en zowel lokaal als in 12 Caribische landen gedistribueerd. Na de persconferentie heeft de pers een rondleiding gehad door de waspoeder- en vloeibare wasmiddelenfabriek. De rondleiding is gedaan door Gregory Sinagel, medewerker van de Health, Safety en Quality afdeling van CIC. Wij exporteren naar 12 destinations in de regio, waarvan de top 3 Guyana, Trinidad en Jamaica zijn. In Guyana exporteren we vanaf de jaren 80, waar wij samen met onze distributeur het merk Ozon naar een van de top huishoudmerken wisten te brengen. Door de jaren heen zijn wij enorm gegroeid met onze exporten naar Antigua, Grenada, Curaçao, Barbados, Frans-Guyana, waar wij dus allemaal redelijk marktaandeel hebben. Als wij in de diverse markten rondlopen en wij zien onze producten op de schappen staan en we spreken consumenten aan die onze producten gebruiken en het ervaren als kwalitatief fijne producten, zijn we erg trots met wat wij als bedrijf doen. Ons streven is om te groeien, te blijven groeien met onze exporten en regionale dominantie te verkrijgen. Onze waspoeder, onze geproduceerde waspoeder, zit in hoppers. Vandaar komt het op een transportbelt en dan wordt het dan getransporteerd naar een parfumhopper. Dat is aan de bovenzijde daar. Wanneer je waspoeder naar beneden valt, wordt er dan horizontaal parfum gesproeid of gesprayed op je waspoeder. En dat was Gregory Zinhagel, medewerker Health, Safety and Quality. En daarvoor Danielle Pang, sales manager regionaal van CIC. Ze spraken vanmorgen tijdens de persconferentie in het kader van de afsluiting van de activiteiten in verband met de viering van het 50-jarig bestaan van CIC.